actie. Hallo allemaal, Daan de Groot hier van HVBJ. In deze video gaan we het hebben over de allerbeste submissie in BJJ en in grappling. Wat de beste submissie is, dat is natuurlijk heel subjectief. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van beenklemmen en van de guillotineverwerking. Waar jij van? Tikken. Hoe? Aftikken. Aftikken? Welke submissie vind je graag? Footlocks. Beenklemmen ook, footlocks. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen voorkeur. Maar er zijn submissies die gewoon beter zijn dan anderen. En hoe berekenen we dat? Dat kunnen we theoretisch behandelen en we kunnen kijken naar de cijfers. Eerst theoretisch. Wat is de beste positie in Braziliaans Jiu-Jitsu? Als jullie de vorige video hebben gekeken over wat is BJJ? Deze link, geloof ik. Of ja, deze. Die hoek. Als je daarop klikt, dan hebben we het daar een klein beetje over gehad. De beste positie is de rug. Waarom? Als je op iemands rug zit, kunnen ze zichzelf niet zo goed verdedigen. Jij kijkt wel naar je tegenstander en je tegenstander niet naar jou. Heb je een andere vechtsport gedaan? Straatvechten. Actie. Stel, we zijn aan het straatvechten. Ik heb niet zo heel veel ervaring met straatvechten, gelukkig. Meestal heb ik iets meer. Als we tegenover elkaar zouden beginnen, dan zou hij een grote kans maken. Maar als ik achter hem kan beginnen, nu heb ik opeens een goede kans. Bij Braziliaans Jiu-Jitsu is het vergelijkbaar. Het verschil is, als ik Mr. Savage één goede klap geef, kan hij zich omdraaien en dan staan we weer tegenover elkaar. Bij Braziliaans Jiu-Jitsu, als we allebei zitten, zit ik achter hem en hij kan niet zomaar ontsnappen. Ik zit vast. Ik zit aan hem vast. Dus ik werk van achter, ik kijk voor me, ik ben gemaakt om dingen voor me te doen. Als ik iets zwaar stil, tel ik dat voor me. Als ik iets motorisch, iets met fijne motoriek doe, doe ik dat voor me. Appeltjes schillen, zwaar stillen. Ik ben gemaakt om voor me te werken. Ik werk voor me. Savage moet achter zich werken. Het gevaar komt van achter. Hij ziet niet wat er gebeurt. Hij is niet sterk om zichzelf te verdedigen van een gevaar van achter. Dus de rug is de beste positie. Okay? Gaan we kijken naar het volgende deel van de technische uitleg. Dat is wat is de beste manier om iemand te laten aftikken. Er zijn twee soorten manieren om iemand te laten aftikken. Dat zijn gewrichtsklemmen en verwurgingen. Bij een gewrichtsklem tik je af omdat je anders geblesseerd raakt. Bij een verwurging tik je af omdat je anders knock-out gaat. Als er veel op het spel staat, of als er heel veel adrenaline is, of als er verdovende middelen zijn gebruikt, is een gewrichtsklem niet de beste oplossing. Want pijn is, zoals sommige mensen zouden zeggen, een emotie. Als je arm wordt gebroken, kan je eigenlijk nog best wel veel gemene dingen doen. Hetzelfde met je voet. De rest van je lichaam is nog volledig functioneel. Bij een verwurging is het gevecht over. Je gaat knock-out of je tikt af. Als je knock-out gaat, dan kan je niet zoveel meer doen. En bij Braziliaans Jiu-Jitsu wedstrijden, veel mensen die nemen dat risico om zichzelf te blesseren als dat betekent dat ze de wedstrijd nog kunnen winnen. Als ze worden verwurgd, kunnen ze die keuze niet maken. Dan gaan ze of tikken of ze gaan knock-out en dan verliezen ze alsnog. Dus de verwurging is de beste vorm van submissie. Brengen we dat samen, dan komen we uit op verwurging vanaf de rug. Dat moet dan de beste submissie zijn. Okay? Dus dat gaan we nu bekijken. Hoe doen we een verwurging vanaf de rug? Actie. Okay, dus de eerste verwurging waar jullie waarschijnlijk aan denken is de rear naked choke. Ja. Daar ga ik binnenkort ook een video over maken. Zodra die uit is, komt die in dit hoekje. Okay? Die is goed. Zeker nodig. Is dit misschien wel de beste submissie. In de gi is er nog een sterkere vijand. Dat is de cross collar choke. Waarbij we de kraag gebruiken om ons maatje te verwurgen. Super sterk. Deze is nog sterker dan de rear naked choke. Waarom? De gi is dunner, dus in plaats van dat ik mijn hele arm eronder door moet krijgen, hoef ik alleen de kaak eronder door te krijgen. En er zit heel veel rotatie in de verwurging. Dus in plaats van dat ik alleen knijp, roteer ik, waardoor de verwurging nog veel sterker wordt. Dus dit is de beste submissie als je het theoretisch bekijkt. Kijken we nou naar de cijfers, welke submissie wordt het meest gedaan op het hoogste niveau, komen we op dezelfde conclusie. Dat is veruit deze collar choke vanaf de rug. Oké? Okay? Dus zowel theoretisch als praktisch, als je naar de cijfers kijkt, is de collar choke vanaf de rug de beste submissie. Tuurlijk, iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, maar als we kijken naar die cijfers en naar die theorie, dan is dit de beste submissie. Ik zal binnenkort een meer uitgebreide technische video maken over zowel de rear naked choke als de cross collar choke vanaf de rug. Zodra die uit zijn, komen die weer in dit linkje. En dan zie ik jullie de volgende keer. Wil je trouwens meer leren over Braziliaans Jiu-Jitsu? Dan het nu mijn gratis e-book. Link staat in de beschrijving. Zie je snel.